beste kijkers, ik ben aan de zee. Zie je? Zee, achter mij. Ik zit hier op een klein terrasje. Wel redelijk. Allee, dat kunnen we moeilijk zeggen, hè. Dat is pas hoog. Maar bon, ik ben dus een beetje nu terug aan het volgen, want we hebben allemaal meegemaakt. Strak zijn wij het plaatselijk ding aangekomen, niet hier. Want ik zal even het verhaal vertellen wat er allemaal is gebeurd. Dus, we zijn naar de zee gegaan. Ik ben nog niet lang bezig, dus ik heb eigenlijk geen tijd om een vlog erover te maken. Maar, dus ja, we waren dus vertrokken 2 uur lang rijden. En toen zijn we bij onze locatie aangekomen. En ja, toen kwamen we in het huisje en dat was niet zo gezellig. Alles was vies, stof, vettige troep, wc's, de poep van een andere mensen hangen er nog. Ja, het was gewoon niet leuk. Dus, en dan zijn we gewoon, ja, echt, hebben we heel veel dingen gaan kijken van immobiliumkantoren. En uiteindelijk hebben we toch nog wel iets gevonden. En ik zal het heel even laten zien, want dit is wel echt mooi. In vergelijking met het andere. Het is keuken. Glazen en wat je allemaal ziet. Het zijn ook kasten, koelkast. Dat is iets van elektriciteit of weet ik wat. Dit is echt wel heel mooi. Mensen zijn ook aan het filmen, maar ik ga die niet in beeld laten. Dit is eigenlijk de room, zou ik maar zeggen. TV, tafel, bank en alles. Het is wel echt een heel verandering van het andere, van het vorige. Maar dan hebben we hier 3 kamers. Waar we nog altijd mee eens zijn waar we gaan liggen, want het is allemaal hetzelfde. Dit is kamer 1. Ja. Ja, die deur met hier een windje aan de zee. Dit is eigenlijk kamer 2. Maar hier gaat de deur heel hard aan. Dit is kamer 2. Ik vind het nog wel best mooi. Nou ja, wat heb je hier? Je hebt hier... Als Nisreen mijn, alleen niet mijn baby, als er eens het babytje eens komt, kan die hier gaan slapen. En kunnen de logeerder hier slapen. Ja, dat is eigenlijk waar alle appartementen. Dan is hier, ja, altijd zo'n plaatsje. Hè? Of hoe noem je het? Oké, okay, ik ben misschien... Ik heb niks van haar opgedaan, dus weet ik veel. Zie mij maar in de spiegel. Ja, ik dacht dat het vandaag koud ging worden aan de zee. Want ze hadden het ook, voorspeld. Blijkbaar dus niet. Wacht, hè. Sorry. Blijkbaar dus niet. Dan hebben wij nog een kamer. Ik wil even laten zien. Ja. Dan hebben we nog een kamer. Leuk, het hand. En niet te vergeten, mijn belangrijkste plek. En de badkamer. Dit is wel meer gegeven. Deze matjes trouwens, leuk gedaan. Dat doet me denken, als ik dat nog in mijn oud huis woon. Vea. Zo, zult zo. Dan heeft hij je douchebank en de andere kan hij lekker een badje nemen. Oké. Okay. Ja, dat was het eigenlijk. Door dat jullie van deze video hebben genoten, doe een like. En ja, als jullie nog zo van die video's willen zien dat wij huisjes verkennen, laat het dan heel even weten. En ciao, kus.